Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend 6 uur zien we veel wolkenvelden boven Nederland. Maar boven Zeeland waren er brede opklaringen en inmiddels hebben die zich uitgebreid tot het zuiden van Limburg. In het zuiden, dus een flinke zonnige periode, ook langs de noordkust breekt af en toe de zon door, maar in de rest van het land overheerst de bewolking. Het is wel overal droog en er staat heel weinig wind. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door, maar de wolkenvelden blijven de overhand houden en lokaal kan er in het oosten en noordoosten misschien een bui vallen. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Vanavond vrijwel overal droog. Enkele opklaringen en dan daalt de temperatuur tot rond 11 graden. In de loop van de nacht wordt het een graad of een 5. Morgen krijgen we opnieuw te maken met wolkenvelden. Ook verschijnt van tijd tot tijd de zon. En vooral in de middag kan er plaatselijk weer een bui vallen. Het stelt niet al te veel voor. Het is slechts een enkel buitje op een enkele plek. Het wordt 12 tot 15 graden. Het weekend verloopt waarschijnlijk droog. Zowel zaterdag als zondag zijn er zonnige perioden, al kan het zaterdagochtend eerst nog grijs zijn. Temperaturen zowel zaterdag als zondag 12 tot 14 graden. Maandag neemt de kans op een bui toe, maar gaat de temperatuur ook iets omhoog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.